Hi, Angelique hier. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Schorpioen. Lieve Schorpioen, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. De readings zijn tijdloos, dus kijk eventueel mijn andere readings. Ook iedereen natuurlijk bedankt voor de lieve berichtjes, de likes en de abonnees die ik erbij heb gekregen. Welkom. Ben je nog niet geabonneerd? Druk op de rode abonneerknop. Het is kosteloos, deel desnoods. En op het belletje drukken, want zo mis je geen reading, blijf je altijd up-to-date. En krijg je een melding zodra ik er weer een upload. Heb je TikTok? Of ben je van plan om TikTok aan te maken? Daar ben ik ook actief, maak ik ook weer andere content. Dus wil je me daar volgen? Bij 1000 abonnees daar kan ik live. Dus dan kan ik meer in contact komen, kan ik meer persoonlijke readings ook gaan doen zo online. Dus lijkt je dat leuk? Volg me daar dan, Revives met 3 S'en. En ja, dan hoop ik snel online te kunnen. Eens kijken, wat mag ik ontvangen voor jou, lieve schorpioen? Ik heb een aantal, maar dat waren er iets te veel. Oeps, tik-tak, samen creëren. Ja, weer heel veel. Samen creëren lag andersom, dus... Oost, west, thuis, best. Oké, loyaliteit. En vrede. Oké, loyaliteit lag andersom. En vrede ligt rechtop. Wat ik voel is dat jij je thuis mag gaan voelen. Thuis met jezelf of thuis met een situatie. Misschien heb je een connectie, misschien niet. Het is belangrijk voor jou om eigenlijk jezelf goed te voelen. Het lichtje op jezelf te schijnen. En wat ik hier eigenlijk bij voel is de energie van de hermiet. Dat klinkt misschien heel bijzonder, maar dat is een beetje wat ik voel. Het kan zijn dat je soms een beetje dingen buiten jezelf zoekt. En het belangrijk voor jou is om dat eigenlijk naar jezelf toe te trekken. Het kunnen bepaalde personen zijn die niet echt loyaal naar je waren. Of misschien ben je zelf niet helemaal loyaal geweest naar jezelf toe. Dus het is de bedoeling om eigenlijk die loyaliteit weer terug te vinden. Of dat nu met een connectie is of met jezelf. En eigenlijk vrede te hebben met bepaalde situaties die op dit moment spelen in je leven. Dus ja, dingen los te laten. Of gewoon echt vrede hebben met dingen die er nu op dit moment spelen. Ik zie ook een ei en ik zie een duif. En dat is wel mooi, want duif staat voor vrede ook echt. En wat ik... Voel in het ei, want er mag iets gevierd worden. Dat is wat ik zie hier 2 keer slingers. Dus dat betekent wel iets dat er iets aan het broeden is. Maar ook is het belangrijk voor jou om soms, pardon, even naar je binnen, naar jezelf te keren. Vrede te hebben echt met jezelf. Jezelf echt lief hebben, lieve schorpioen. Ik ga eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen als uitdaging, als allereerst. Let wel, heden, verleden, toekomst of verleden, heden, toekomst. Voor iedereen kan dat weer iets anders zijn. Ik heb hier 2 kaarten al liggen. Ik ga ze alle 2 pakken. Balans creëren. Balans geven en nemen. Niet altijd iets terug verwachten. Of gewoon een balans in jezelf. Dit kan ook voor een gift staan. Maar omdat het een uitdaging is, kan het zijn dat je soms vastzit. Soms niet goed weet waar je staat of wat je wilt. Met een bepaalde situatie. Dit kan voor iedereen natuurlijk weer verschillend zijn. Het is natuurlijk liefde. Maar dat kan met financiën. Dat kan met familieaangelegenheden te maken te hebben. Eens kijken. Ja, de 10 van zwaarden. De 10 van zwaarden zegt iets over pijn. Iets loslaten. Eigenlijk de rug toekeren aan iets wat niet meer doet. Op weg eigenlijk naar de zon. Want die zie ik hier wel schijnen. Dus je hebt waarschijnlijk veel meegemaakt. Of je zit in een situatie waarin... Ja, die je jezelf soms misschien een beetje kwijt bent. De koningin van staven omgekeerd kan soms zijn dat er jaloezie is. Of dat er iets is waarin je jezelf niet goed voelt. Dat je een beetje de kracht kwijt bent de laatste periode. Of de laatste tijd. En daarmee eigenlijk je niet prettig voelt. Misschien komt er niks uit je handen. Of misschien vind je alles te zwaar. Of kan je geen actie ondernemen. Of voel je jezelf... Ja, niet zo fijn zoals je normaal hebt gedaan. De 10 van cups heb ik hier. En de, ja. Nou weet ik niet zo goed hoe ik deze 2 moet pakken. Dus ik ga ze alle 2 even verklaren hoe ik ze zie. Ik heb hier de 10 van bekers. En de 10 van bekers zegt iets over
emotioneel gelukkig zijn. De vier van staven zegt iets over een commitment of over een samenkomen of over iets wat gevierd mag worden. Dus je mag jezelf vieren. Er is iets waarin jij gewoon gelukkig mag zijn. Ik heb dit vaker in jullie energie gehad, weet ik. Dus er speelt misschien iets waarbij er bepaalde stukjes van jezelf mag gaan aanpakken en ook jezelf meer mag gaan liefhebben. Want hier ligt de 10 van zwaarden en hier de 10 van bekers. Dus een soort van balans echt creëren tussen die twee. Dus tussen jezelf, gezin of met andere personen. De 4 van staven zegt ook iets naar een keuze gemaakt te hebben. Nu heb ik hier de 10 van staven. Ik heb hier 3 keer een 10 nu liggen. Hoe bijzonder is dat? En de maan andersom. Dus je komt... Het is de bedoeling voor jou om echt bepaalde oude stukjes die jij kent, die onzekerheid los te halen. Het kan zijn dat er iets aan het licht komt, want de maan ligt andersom. En op zich is dat niet heel verkeerd, want dat zegt iets dat er donkere stukjes of iets vanuit jou of misschien van een persoon aan het licht komt. Nu zijn jullie natuurlijk intuïtief, jullie zijn natuurlijk onderzoekers, jullie hebben al een heel goed gevoel over hoe bepaalde zaken kunnen gaan of verlopen. En het is ook voor jou belangrijk om het licht eigenlijk op jezelf te schijnen. Uit dat donker te komen. En ja, je gewoon gelukkig voelen met jezelf. En echt oude pijn los te laten. Want je kan te maken hebben gehad met betrayal. Of met mensen die jou niet eerlijk hebben behandeld. Ik zei net de 10 van zwaarden, maar het is de 10 van zwaarden. Of staven. En hier ligt de 10 van zwaarden. Sorry. In ieder geval, de 10 van staven ligt andersom. Dus de... Komt iets aan het licht is wat ik eigenlijk voel. Dus het donker of bepaalde geheimen of stukjes je onderbewustzijn roept eigenlijk tegen. Dat je dus dat echt mag gaan loslaten. Dus niet steeds gaat malen, teruggaan, maar echt vrede hebben met de situatie. En daarmee eigenlijk ja, de liefde op jezelf mag gaan schijnen of in de situatie, communicatie. En ik heb hier de Empress, wauw, over zelfliefde gesproken te hebben. Dus in je onderbewustzijn ben je daar waarschijnlijk al mee bezig. Maar het is wel zo dat je ook dat ook meer naar jezelf mag gaan communiceren. Dus communiceer ook zelf of ga mediteren of probeer in ieder geval jezelf ook heel erg lief te hebben in situaties. Even kijken. De zegenwagen, de 8 van zwaarden en de 6 van bekers. Ja, dit kan al vanuit je jeugd zijn. Dus misschien heb je... bepaalde trauma's gehad of is er iets waarbij je gestagneerd bent geweest en daarmee heel lang vast hebt gezeten over bepaalde situaties die je steeds voor jezelf hebt herhaald. Maar wat is er nou mooi om dat los te laten en eigenlijk het licht op jezelf te schijnen? En dat kan ook met een persoon natuurlijk, bepaalde personen vergeven, maar ook vooral jezelf is wat ik eigenlijk hierbij voel. Ik zie ook een soort van commitment huwelijk waarin jij langdurig gelukkig mag zijn, maar je ligt daar ook een soort van wakker van. Dat kan voor sommigen gelden, hoeft niet voor iedereen te zijn. Wat mag ik weten over de 6 van munten en de 2 van zwaarden? Is samen ook een 8. Een 8 is jullie planeet natuurlijk, Pluto, dus karma. De ster, heling en een soort van waarheidsspreek. Dus het is voor jou ook belangrijk om niet dingen te overanalyseren, maar knopen door te hakken en eigenlijk hetgeen wat je voelt ook eigenlijk te voelen. Kijk, en weer de 10 van staven omgekeerd. Dan moet ik kijken of de dek wel goed hebt. Nee. Maar in ieder geval is dit dus iets waarin jij een tijd van heling hebt nodig gehad. Of misschien zit je daar nog middenin. Je hebt een wens. Je wil iets heel graag. Maar tegelijk maakt het je een soort van vast. Ben je uit balans. Ja, de 7 van zwaarden. De 7 van zwaarden zegt iets dat je echt eerlijk mag gaan zijn over jezelf. Of er is iemand die eerlijk mag gaan zijn naar zijn of haar gevoel. Dit is wel een kaart ook van betrayal. Dus het kan zijn dat je in het verleden met betrayal hebt te maken gehad. Waarin jij echt vastzit en waarvan jij mag gaan helen. Bepaalde geheimen of bepaalde situaties niet meer dienden los te laten. Want hier ligt de maan andersom en hier zie ik het natuurlijk in je energie als uitdaging. Dus er is iets, is iemand niet eerlijk geweest en mag je dat loslaten en mag je daar vrede mee hebben. Of ben je hetzelfde? 8 van cups heb ik hier nog. En de 9 van cups, wauw. En de 5 van cups. Ja, zie, je mag een soort van victory voelen voor jezelf. Alleen daarvoor is het echt belangrijk om oude pijn, oude situaties, oude emoties. Het is allemaal emoties. Dit zijn allemaal cups.
En je ziet hier, deze vrouw is teleurgesteld. En deze vrouw is heel gelukkig. En deze vrouw loopt eigenlijk ergens van weg. Dus waar mag jij voor jezelf gaan weglopen? Waar mag jij vrede mee hebben? En eigenlijk die, het innerlijke geluk, het innerlijke, die emoties die je voelt, die je graag wilt, ook gewoon naar voren mag brengen. Blij zijn met jezelf. Emotionele vervullingen, wish fulfillment. Want je hebt veel te lang in deze situatie gezeten waarin jij aan het nadenken was, niet gelukkig was of niet gelukkig was met bepaalde emoties of met personen. En het is echt tijd om dat los te laten en een soort van victory te vinden met jezelf. Of met een persoon, dat kan natuurlijk ook. Maar het allerbelangrijkste is, ja kijk, ik ga het toch even laten zien, want ik zag de doodkaart. Ja, kijk. De dood en de aas van pentakels, een nieuw begin. Je hart openen, een bevrijding te vinden. Want het kan dus zijn dat jij heel lang eigenlijk die passie kwijt bent geraakt. Want deze lag andersom en de vier van munten lag rechtop. Dus er is iets waarin jouw innerlijke kind niet blij was. En daardoor heb je waarschijnlijk bepaalde emoties voor je gehouden, is wat ik zie. En de judgment zegt iets over een terugkerend iets. Dus terugkerende emoties of personen waarin jij een les hebt mogen leren. En jullie zijn natuurlijk de planeet van de karma. En daarmee nieuwe cycles mag gaan starten. Wat mag ik weten over de vier van zwaarden? Staven, sorry. Ja. De aas van bekers alweer. De twee van pentakels. En de vijf van pentakels. Ja, dat is samen de zeven. Dus geduld met jezelf hebben. Want heling gaat natuurlijk niet over één dag ijs. Het is belangrijk om uit die twijfel te komen. Misschien heb je heel lang getwijfeld. Misschien is er iets waarin jij niet gelukkig was. Of hebben bepaalde personen jou steeds weer teleurgesteld. En als er blijft hangen in die energie, blijf je ook in twijfel. Het is belangrijk om jouw hartchakra die liefde voor jezelf ook te geven. Want er komt iets moois aan, dat is wat ik zie, of iets moois, maar er is iets onderweg. Een viering, een huwelijk of een traditie of iets in ieder geval waarin gevierd mag worden. Jij mag gaan vieren dat je uit die twijfel mag komen en gelukkig mag gaan zijn met jezelf of de situatie waarin je nu in zit. Ook al is het voor jou soms lastig, ben je aan het overdenken of zit je soms vast in je hoofd. Het is tijd om dat allemaal los te laten. Wat mag ik weten over de maan en het tien van staven? Ja, helderheid. En de magier. Dus het is belangrijk om... Er komt iets aan het licht. Of er is iets waarin je misschien nog geen antwoorden hebt. Maar er komt ergens helderheid in, is wat ik zie. Ja, en victory. Wauw. Dus er is iets wat gevierd. Je staat straks in de spotlights. Of je hebt iets gemanifesteerd wat tot... ja, tot vervulling gaat komen. En de koningin van bekers en de peets van pentakels zegt iets over een nieuw begin. Nieuwe dingen gaan creëren, maar vooral zelfliefde. Want hier ligt de vrouw die dat kan. Maar wel soms heel veel lief heeft, ook voor anderen. Maar het is ook echt tijd om die liefde aan jezelf te geven. Zodat je ook een nieuw pad kan gaan creëren. Aanzien krijgt. En daarmee bepaalde situaties mag gaan afsluiten. Kijk, en de koning van staven omgekeerd. Zodat je ook, of rechtop. Zodat je ook echt jezelf weer gelukkig gaat voelen. Na een tijd waarbij jij misschien minder gelukkig was. En de koning van staven. Ja, echt die passie en dat avontuur weer mag aangaan. Wat mag ik nog voor advies? De drie van bekers en de ridder van zwaarden, dat zegt iets, ja, en het oordeel. Dus echt een bevrijding vinden in jezelf en daarmee eigenlijk niet te veel nadenken, maar gewoon ook gewoon genieten van het moment. Want er kan heel snel iets op je pad komen. Ik zie echt een viering of samenkomen met vrienden of iets wat je al heel lang wilde, wat jou echt wel als een bevrijding gaat geven. Dus nadat deze situatie komt, ga je ook langzaam en gestaag op weg eigenlijk naar zekerheid, naar ja, maar stabiliteit, want dat is waarschijnlijk wat je heel lang hebt gezocht. Dan kom je eigenlijk uit die verwarring. Dus het is ook belangrijk om niet te dagdromen, maar gewoon dingen ook te zien zoals ze zijn. En daarmee ja, echt je hartchakra weer open, want dat ligt hier twee keer. En misschien ook bepaalde mensen binnen te sluiten, waar die je hebt buitengesloten. Of misschien heb je jezelf buitengesloten, omdat jij
heel erg hebt vastgezeten in oude pijn en oude situaties die je hebt gekend. Je wordt ook beschermd, is wat ik zie. Maar je mag ook geduld hebben en echt je chakras gaan opruimen en gaan reinigen. Zodat je je eigenlijk weer vrij voelt. Dit is ook een kaart van dromen of van fantaseren of iets wat op je pad gaat komen. Ja, wat je al heel graag wilde. Dus je bent al aan het manifesteren geweest. En het is voor jou belangrijk om echt die liefde die je kent voor jezelf. Ja, voor andere personen, maar vooral voor jezelf ook te gaan neerzetten. Dit is wat ik voor je heb, lieve schorpioen. Mocht het resoneren, laat het me weten. Volg me op TikTok, 3S'en, Revives. En dan hoop ik je daar ook te zien. Doeg!